We gaan gewoon het dak nu doen. Yo mensen van mijn kanaal. Vandaag gaan wij lekker verder met het project Minecraft. Nee. Piep. Vandaag gaan wij verder met project YouTube Villa. En dat gaan wij niet zomaar doen. En ja, vooral doen. Team Spirit bestaat niet. Oké, ik denk dat ik dit even ga bouwen. In een gezamenlijk project wil hij nog even snel zijn eigen projectje voor. Waarom ook niet. Dan bouw ik dit wel even lekker. Want ik heb daar zin in. En als ik ergens zin in heb, ga ik het voelen 100%. Ik wil hier buiten maar een beetje. Hoe zit ik nu slechts plotchat? Oh, wacht. Ik zat nog niet op het plot. We gaan even naar slechts plot info. Oké, ik heb even snel overlegd en ik moest de andere er ook even goed op zetten. Ja, dat doe ik wel even snel dan. I can fix it, don't worry. Dan hebben we mezelf als projectleider, natuurlijk, of course. Daarom ook de uitdrukking stront voorop. Dan hebben we de volgende, dat is. Even kijken. Dakarchitect. Oh, dan ga ik het woord architect opschrijven. Even. K. Dakarchitect. Plot eigenaar. Oké, dan is de volgende. Hier, mag even 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nee, wacht, ik heb het goed gedaan. Oké, dan hebben we. Wie zullen we als volgende doen? Ik zou zeggen Jorgus, maar die kwam er iets later bij, dus. Ja, we doen een Speedy Girly, doen we hier. Speedy Girly. Muur. Dit wordt een muurarchitect. Architect is net even een mooier woord dan bouwer. En muurarchitect. Vrolijke spirit, past dat erop? Spirit, ja. Ja, zoiets. Dan de volgende die we erop gaan plakken is, even kijken, we hebben nog Joris, Tigo en Bo. Mm.
Even snel app op mijn telefoon. De volgende is... Dit is het... Als het 1 is, is het Tycho. 2 is Joris. 3 is Bo. Het is Bo. Oké. Okay. Bo 03. Bo 003. Wat heeft die jongen gedaan? Wat heeft Bo gedaan? Goeie. Goede hulp. Inspiratie? Ja, yeah, laten we het. Oké. Dan hebben we Joris. Goede hulp. Ik ga hem maar gewoon neerzetten als kamermaker. En dan hebben we nog over. Oh, nog aan ze weg te halen. Wacht even, ik ben de naam kwijt. Ja. Tycho 06. Pech. Tycho. Nee, Tycho. Dat was voor... Oh! Die gewoon de zus was vooral... vrolijke... Vrolijke spirit zetten we meneer en... Oké, nu we dit hebben... We hebben dit nu. We hebben dus mij als de projectleider... We hebben dakarchitect en ploteigenaar. We hebben muurarchitect en vrolijke spirit. We hebben goede hulp slash inspiratie, zoiets. Het is gewoon, dat is gewoon meer bedoeld als inspiratie, is meer bedoeld als persoon die ons nog een beetje inspireert om door te bouwen en zo. We hebben kamerdesigner en kamermaker. Echt waar, stond voorop zeggen we dat altijd. En dan hebben we nog vrolijke spirit en goede hulp. Nou. Wat zijn dit voor bomen? Ik weet niet wat ze die bomen hebben aangedaan, maar dat is niet goed. Wacht even. Die bomen hebben hier een half dood, joh. Dat zijn echt half dode bomen, joh. En als we iets niet willen, zijn het half dode bomen. Ja, half dode bomen. You're kidding me. We gaan iets moois maken. Jullie bouwen half dode bomen. Ach, geen grapje hoor. Geen grapje. Grapje hoor, ik ben niet boos. Ja, die kan dus eens maar even goed met boomhiel er doorheen. Ik ga daar... Ja, zo. Ik ga eerst dit een beetje er doorheen strooien.
Ja, eerlijk, dan ziet het er al meteen een stuk vrolijker uit. Oké. Ik zou mij ook meteen maar bij bomen maken dan. Hoeveel verschil zit er tussen 1, 2, 3, 4? We zitten midden in de opname! Echt waar, joh. Soms zit je echt van je vrienden moet je het hebben, maar ja. Hè. Kom je ook even naar jouw server zitten met een opname, maar ja. Nee. Ja, oh. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Nog te doen. Hun decoreren. Oké, laten we dan maar even verder gaan met dit. Wow, opeens bloesh. Wow, beste geluidseffecten ooit, gewoon bloesh. Gewoon, maak een geluidseffect met je mond. Bloesh! Kijk, het is een mooie boom. Een mooie boom. Kijk hoe mooi. OMG, it's a beautiful boom. The sun is shining. Nogmaals, we gaan geen paradijs meer maken. Nee. Dat lossen we nog wel een keertje op. Maar kijk gewoon even. Doe me weer denken aan Frozen, joh. I'm never turning back. The past is in the past. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away from the door. I don't care what they're going to say. Ik kan maar op met zingen. Oh, wat was dat opeens? Ik weet niet of jullie het opeens horen, maar voor 2 seconden of zo. I am going. Hoe deed ik dat? Maar laten we in ieder geval hier maar even de aflevering afsluiten. Hè? Vond je nou een leuke video? Laat me dat vooral even weten. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Ja, dat is het gewoon. Dat is de reden dat ik dat tegen jullie zeg. Is om jullie als mijn kijkers gewoon inspiratie te geven om naar de volgende video te kijken. En dat doe ik nog heel even om er wat tijd bij te pakken. Dank u.